De eventingsport is nog steeds een groeiende tak van paardensport in Nederland. En ieder jaar komen er weer nieuwe wedstrijden bij. Daarmee groeit ook de vraag naar vrijwilligers en dus ook naar hindernisscontroleurs. Deze instructiefilm is bedoeld voor hindernisscontroleurs bij eventingwedstrijden. De instructiefilm vervangt niet de uitleg en instructies die de wedstrijdorganisaties voorafgaand aan de wedstrijd aan hindernisscontroleurs geeft. Zorg dat je ook hierbij aanwezig bent. Lees, voordat je gaat functioneren als hindernisscontroleur, de instructies voor hindernisscontroleurs nog eens goed door. Deze kun je vinden op de website van de KNHS. Daarnaast is het van belang dat je op tijd aanwezig bent op de wedstrijd. Neem ook voldoende warme en regenbestendige kleding mee. Ook het meenemen van een reservepen is sterk aan te raden. Als hindernisscontroleur krijg je de volgende materialen tot je beschikking. Een hesje, een stopwatch, een hindernisformulier, een fluitje, een portofoon en een rode vlag. Zorg dat je vanuit jouw positie goed zicht hebt op de komende en gaande deelnemer. Dit is in het verlengde van de hindernis aan de rand van het parcours. Kies een positie die voldoende veilig is, maar waarbij je wel goed kunt beoordelen of een deelnemer aan de juiste kant van de vlag de hindernis passeert. Het is belangrijk dat je bij het naderen van een deelnemer de route naar de hindernis vrijmaakt en het publiek op een veilige afstand houdt. Dit doe je onder andere door middel van het fluitsignaal. Neem het startnummer van de deelnemer goed in je op en blijf de deelnemer volgen voor, tijdens en na de sprong. En geef vervolgens je bevindingen door via de portofoon. 128, foutloos op 8. Schrijf daarna het startnummer en je bevindingen op het hindernisformulier. Iedere hindernis wordt rechts begrensd door één of meerdere rode vlaggen en links door één of meerdere witte vlaggen. De combinatie moet tussen deze vlaggen de hindernis springen. Het omverrijden van een vlag heeft geen gevolgen als het lichaam van het paard maar aan de juiste zijde van de vlag passeert. Het passeren van de vlag aan de verkeerde zijde heeft uitsluiting tot gevolg. Tenzij deze fout wordt hersteld door de hindernis opnieuw te nemen op de juiste wijze. Twee of meer hindernissen op korte afstand van elkaar en opeenvolgend genummerd, bijvoorbeeld hindernis 9 en hindernis 10, moeten in de aangegeven volgorde gesprongen worden. En eenmaal gesprongen hindernissen mogen niet opnieuw gesprongen worden. Het rijden van een volte tussen beide hindernissen en het daarbij eventueel kruisen van de eigen lijn is wel toegestaan. Daarbij mag de tweede hindernis niet worden aangereden. Sommige hindernissen bestaan uit meerdere onderdelen. Deze zijn dan genummerd met cijfers en letters. Bijvoorbeeld hindernis 9a en 9b. Het rijden van een volte of het kruisen van de eigen lijn is hierbij niet toegestaan en wordt als een weigering aangerekend. Nadat een deelnemer een enkelvoudige hindernis of de laatste hindernis van een combinatiesprong heeft gesprongen, mag hij of zij zijn eigen lijn weer kruisen. Sommige hindernissen kun je op meerdere manieren springen. Door middel van een zwarte streep door de vlaggen wordt aangegeven dat bij deze hindernis een alternatief geboden wordt. Meestal kan men kiezen tussen een moeilijke manier, die tijd bespaart, en een makkelijke manier, in het zogenaamde alternatief, die tijd kost. De ruiter mag zelf bepalen welke route hij kiest en na een weigering op een van de onderdelen mag de ruiter van gedachten veranderen en alsnog voor de makkelijke of de moeilijke route kiezen. Maar in dit geval wordt uiteraard wel een weigering genoteerd. Alleen wanneer de deelnemer op een hindernis aanrijdt, kan deze een weigering worden aangerekend. Je noteert een weigering bij halt houden of stilstaan voor de hindernis, wanneer het paard langs de hindernis loopt of bij het kruisen van de eigen lijn. Het kruisen van de eigen lijn na een weigering of uitbreken is geen weigering wanneer dit gebeurt bij het opnieuw aanrijden op de hindernis. Het kruisen van de eigen lijn na het springen van de hindernis is eveneens geen weigering. Tot en met de klasse L is een deelnemer bij 3 weigeringen op dezelfde hindernis en bij 4 weigeringen in totaal uitgesloten. Bij de klasse M en hoger is men altijd na 3 weigeringen uitgesloten. Het is jouw taak om de deelnemer duidelijk te maken dat hij of zij is uitgesloten.
Neem het rugnummer niet in, want in geval van doorrijden moet duidelijk zijn om welke deelnemer het gaat. Bij een waterinloop of afsprong mag het paard even aarzelen om het water of de landing in te schatten. Maar daarbij moet het paard wel voorwaarts blijven gaan. In het eerste voorbeeld is duidelijk te zien dat het paard even aarzelt, maar daarna meteen voorwaarts gaat. Dus dit is geen weigering. In het tweede voorbeeld staat het paard te lang stil en maakt deze ook een zijwaartse beweging. Dit wordt als een weigering aangerekend. We spreken van een val van het paard wanneer het paard tegelijkertijd met de heup en de schouder de grond of de hindernis heeft aangeraakt. Men spreekt van een val van de ruiter wanneer deze zodanig van zijn paard is gescheiden dat hij opnieuw moet opstijgen. Na een val van de ruiter of van het paard volgt altijd uitsluiting. En is het belangrijk dat je op het hindernisformulier duidelijk aangeeft of het een val van de ruiter of van het paard is geweest. Zorg er wel voor dat de gevallen deelnemer niet meer doorrijdt. Wanneer een ruiter na een val blijft liggen, ga er dan onmiddellijk naartoe en vergeet niet daarbij je portofoon mee te nemen, zodat je eventuele nodige hulpdiensten kunt oproepen. Probeer de gevallen ruiter niet te verplaatsen, maar stel deze gerust en maak een inschatting van de situatie. Het is niet jouw taak om eerste hulp te verlenen. Hiervoor is de EHBO aanwezig op de wedstrijd. Hulp van derden is niet toegestaan. En daarbij maakt het niet uit of de hulp gevraagd of ongevraagd wordt geboden. Een ruiter die wordt ingehaald moet voldoende ruimte geven aan de achteropkomende ruiter om deze te laten passeren. Wanneer een paard weigert voor de hindernis en een andere deelnemer nadert, dan moet de deelnemer met de weigering ruimte maken. De achteropkomende deelnemer mag niet gehinderd worden bij het nemen van de hindernis. Wanneer de hindernis geblokkeerd is omdat een paard vast is komen te zitten op of in de hindernis, of wanneer de hindernis beschadigd of vernield is, dan moet je dit meteen melden aan de centrale post. Wanneer, om wat voor reden dan ook, de cross wordt stilgelegd, moet je de eerstvolgende deelnemer stoppen met behulp van de rode vlag. Op het punt waar je de deelnemer stopt, druk je de stopwatch in. Nadat de deelnemer is gestopt, informeer je deze en vertel je waarom hij is gestopt. Zodra het parcours weer vrijgegeven is, laat je de deelnemer weten dat hij weer kan starten en tempo kan gaan maken. Zodra hij het punt waarop hij is tegengehouden passeert, stop je de tijd en noteer je de duur van het oponthoud op het hindernisformulier. Ten slotte verwachten we van je als hindeniscontroleur dat je melding maakt van wreedheid, zoals bijvoorbeeld overmatig of onjuist gebruik van de zweep en of sporen. Ook het overmatig aandrijven van een oververmoeid paard wordt in het reglement als voorbeeld van wreedheid genoemd en moet gemeld worden. Het is belangrijk om de bodem voor en achter de hindernis goed te onderhouden. Dit betekent dat je regelmatig de grond moet aanharken en aanstampen. Ook de watercombinatie verdient het nodige onderhoud en deze moet je dus ook regelmatig controleren op kuilen. Zo blijven de omstandigheden voor iedereen hetzelfde en verhoog je de veiligheid. Zoals je gemerkt hebt, zijn er tal van regels en situaties waarmee je te maken kunt krijgen. Voor een eerlijk en sportief verloop van de wedstrijd is het van groot belang dat de regels goed worden toegepast en de situaties juist beoordeeld worden. De instructies voor hindeniscontroleurs, welke je kunt vinden op de website van de KNHS, helpen je daarmee. Dus lees deze goed door voordat je gaat functioneren als hindeniscontroleur. Wanneer je twijfelt over een situatie, dan help je de wedstrijdleiding wanneer je de situatie zo uitgebreid en duidelijk mogelijk beschrijft op het hindernisformulier en daarbij een situatieschets maakt. Ten slotte is het belangrijk dat je tot een half uur na de wedstrijd nog beschikbaar bent om bij een eventueel protest van een deelnemer een toelichting te geven op hetgeen wat jij hebt waargenomen. We wensen je veel plezier en veel succes toe als hindeniscontroleur.